Ja, ik vind dit een heel bijzonder fijn spulletje. We staan hier vandaag met Damien en ze heeft drie favoriete haarproducten die ze graag met ons wil delen. Vertel, wat heb je in je hand? Ik heb hier de Bedroom Hair. Het is van Kevin Murphy. Het is een heel fijn spreetje. Het is geen droog shampoo, want dat gebruik je eigenlijk als je denkt, nou, ik moet mijn haar wassen en ik wil nog niet. Maar dan kan je dat er even insprayen om nog 1 of 2 dagen te verlengen. En dit is echt bedoeld om wat meer volume bij de aanzet te maken. En de naam zegt het al, bedroom hair. Dus je moet je een beetje voorstellen als jij in bed komt en het zit lekker door de war. Of het zit nog volume in je haar. Dat kan je eigenlijk met deze juist er een beetje in maken. En wat is het verschil tussen haarspray en deze spray? Een haarspray, dat is doorgaans, wordt het wat harder, wat stugger of wat plakkeriger. En dit is meer een beetje poederachtig, dus het blijft droog. Het gaat ook niet glanzen, het wordt er niet vet van. Maar die poederachtige substantie die geeft eigenlijk net bij de aanzet die volume die het nodig heeft. Okay. Het wordt wat stugger ervan. Ik zag hem al staan, ik ken hem. Veel mensen hebben last van droge puntjes en je hebt daar een mooi product voor. Ja, dat is Young Again. Yeah. Dat is een pompje. Ik kan het wel even laten zien. Het is een beetje een doorzichtig goedje. Wat je lekker over je handen kan verdelen. Het is wat vettig, waardoor je eigenlijk in de punten dat kan smeren. Waardoor je punten die vaak wat droger zijn, dat je die, dat die wat meer gaan glanzen en er veel minder droog uitzien. Het blijft ook niet vet, het trekt echt in je haar en het is ook een verzorgend product. Ja, en dat doe je dan elke keer als je je haar gewassen hebt of af en toe? Of? Ja, meestal als ik het gewassen heb en ik heb mijn haar gefeund, dan doe ik dat erin. En als ik de volgende dag denk, nou het is nog wat droog in de punten, dan doe ik dat er nog een beetje bij. Het is wel een bijzonder spulletje, dat is Retouche, ook van Kevin Murphy. Dat is ook een beetje een spreetje in een poederachtige vorm, alleen er zit wat kleur in. Ze hebben ook 4 kleuren. Dit is een beetje een middenkleur. Je kan hem gebruiken voor als je aan de voorkant al wat lichter haartjes hebt, dus grijze haartjes aan de voorkant. Dan kan je dat een heel klein beetje, je moet goed schudden en dan spray je dat er een beetje op. Ja, je borstelt nog een keer door en dan is net die paar witte haartjes die zijn weg. En waar je hem ook voor kan gebruiken is als je bijvoorbeeld een paardenstaart doet, dat heb ik zelf, dan kan het zijn dat je in de hammen hier wat verder wegloopt. Ik vind dat zelf vervelend. Als je dan een beetje van deze spray erop doet, dan kleurt je hoofdhuid net iets donkerder, waardoor je eigenlijk minder ziet dat daar een inham zit. Oké, okay, het geeft niet af. Nee, het geeft niet af. Het zet zich echt vast en pas op het moment dat je het was, dan was je het er weer uit. Oké. Okay. Heel klein beetje gebruiken, maar ik vind dit een heel bijzonder fijn spulletje ook voor dat soort problemen. Voor zover je problemen kan noemen, okay. Maar ik word hier wel blij van. Nou, dankjewel.